Hallo, ik ben Bas en dit is mijn vraag. Waar komen steekvliegen het minst op af? A. Witte paarden. B. Bruine paarden. Of C. Zwarte paarden. Allereerst, wat zijn steekvliegen? Steekvliegen zijn familie van de bloedzuigende insecten. Ze hebben grote ogen en zijn stevig gebouwd. Ze zijn te herkennen aan hun felle kleurenpatroon en hun voelsprieten. Ze bijten hun prooi, want ze hebben geen angel. En dan zuigen ze bloed uit je. Steekvliegen zijn snel en halen de snelheid van wel 25 km per uur. Het zijn erg fanatieke jagers en volgen een prooi soms een kilometer lang. Alleen de vrouwtjes steekvliegen bijten, om genoeg energie te krijgen voor de eitjes. Als je wordt gebeten, kan het leiden tot een vervelende jeukbeeld. En nu het antwoord. Het goede antwoord is A, witte paarden. Steekvliegen komen af op horizontaal gepolariseerd licht, omdat het water waar ze zich in voorplanten dit licht weerkaatst. Paarden met een donker gevacht, zoals bruin of zwart, weerkaatsen dit licht ook en is dus makkelijk te herkennen voor de steekvliegen. En komen hier sneller op af. Witte paarden weerkaatsen een ander soort licht, waardoor ze minder snel worden herkend en dus minder snel last hebben.